10.000 kippen per gezin. Dit is het pilotproject waarmee het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme op zaterdag 19 oktober 2019 te Brokopondo van start is gegaan. Met het initiatief wenst het ministerie samen met het districtscommissariaat en het KMO-fonds clusterontwikkeling te bevorderen ter stimulering van ondernemerschap door het verbeteren van access to finance en waardeketenontwikkeling. De bedoeling van dit project is namelijk dat we ondernemers stimuleren om in een bepaalde denkrichting te denken. En we zijn gekomen met 10.000 kippen per gezin, omdat we als ministerie en zeker als de overheid in deze willen ondersteunen dat we meer ondernemers in de private sector krijgen die meer mogelijkheden hebben. 10.000 kippen per gezin is eigenlijk een launch van een project waarbij we een hele waardeketen ontwikkeling willen brengen. Wat bedoelen we met waardeketenontwikkeling? We praten over 10.000 kippen per gezin, maar we willen eigenlijk dat mensen een standaard manier gaan handhaven, om het zo te zeggen, om kippen te kweken. En de bedoeling hierbij is dat wanneer zo'n standaard manier gehandhaafd wordt, dat die kippen eigenlijk daarbij in een bepaalde standaardisatie, waarbij je eigenlijk clusterontwikkeling hebt. Dat wil zeggen, als je hebt 10.000 kippen per gezin, heb je meerdere gezinnen die op een bepaalde manier kippen kweken. En daarmee willen we alvast één ondernemerschap stimuleren. Ten tweede willen we de industrie stimuleren. En ten derde willen we clusterontwikkeling. Clusterontwikkeling in de term van meer mensen die op dezelfde manier kweken. Dat is één. Ten tweede hebben we gezien dat met het kweken hiervan er een aantal zaken met zich meebrengt. En dat zijn namelijk dat binnen het kweken van zo'n standaard kip, dat je een andere sector kan boosten. En dat is namelijk een van de sectoren is het ontwikkelen van gas hierbij. We hebben binnen dit project alle stakeholders die we hebben geïdentificeerd, hebben we gezegd van dit is wat we willen doen en dit is de gedachtegang. Het gaat alvast om clusterontwikkeling bij ons. Zoals we weten is een van de belangrijkste stakeholders ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar heeft de minister op zijn niveau ook zeker een onderhoud gehad met zijn collega. We hebben ook gekeken naar de private sector. We hebben gekeken naar zekere organisaties die het kweken van kippen reeds hebben gedaan. En de Pluimveel kippenkwekerij, die PKS afgekort, die is een van de organisaties die, waarmee we gesprek hebben gehad. En met hun hebben we gezegd van weet je, we gaan in zee en we gaan de mensen van Brokopondo alvast trainen. Maar niet alleen trainen, maar ook de begeleiding. We hebben elkaar kunnen vinden en dat is een van de bewegingen geweest waarbij we zeggen van we gaan met PKS in zee. Daarnaast hebben we ook gezegd van dat is niet voldoende. Als we de hele keten willen gaan ontwikkelen, hebben we zeker ook de slachthuizen nodig. En zeker ook de gesprekken met de slachthuizen, die moeten ook nog volgen. We hebben met de banken reeds gesproken, verschillende banken hebben we reeds gesproken, om te kijken van welke bank eigenlijk dit project wil adopteren. Als allemaal het adopteren is het geweldig, want het is niet alleen voor Brokopondo van belang. Het is voor het land van belang dat de financieringsmogelijkheden ook worden geschapen voor deze doelgroep, om het zo te zeggen, of voor de ondernemers die in de kippenteelt willen gaan werken. Asan is de vrij. Zou je leren naar hoor je dat pas standaard? Maar je naar hoor je dat pas standaard? De standaard en je hebt je morgen voor een kip sterft of de moral lagi. En je kan zeggen dat een kip P1. De minister heeft gezegd hij wil starten en Brokopondo was zijn keus. En hij heeft gezegd we willen in Brokopondo starten met dit project omdat we daar eigenlijk een andere industrie kunnen boosten dan de normale industrieën zoals hout en mining die daar zijn. En vandaar dat de gedachtegang was van weet je, de kippenteelt die kunnen we in Brokopondo ook boosten. Meer nog, de kippenteelt in Brokopondo die kan dienen als toevoer naar de verschillende gebieden al daar. Dat is de gedachtegang geweest om daar te beginnen. Het is een landelijk project die we willen gaan doen en Brokopondo was de voor de hand liggende om te beginnen. De bedoeling van dit alles is om 10.000 kippen per gezin. We hebben er een uitdagende naam voor gekozen omdat we zeker willen gaan in een denkrichting waarbij
de mensen kunnen denken van hé, het is mogelijk om als gezin, en dat wil zeggen, we ondersteunen ook ondernemerschap in gezinsverband, om dat gezamenlijk te doen. Natuurlijk brengt het ook met zich mee werkgelegenheid voor andere mensen die buiten het gezin zijn. Maar de gedachtegang is alvast om het stimuleren van gezinshuishouden om die te brengen richting ondernemerschap in een cluster. Alle voeren zou je importeren naar Suriname. Voeren van voeren ik ga tapzee, ik ga naar de resort voor boven Suriname. Ik ga naar de dorp voor boven Suriname. Maar zij doen een kwekje des refugees. En aan de pluimvee noemen. Een heel spin-off om als aan kwekje voeren. Ik kan kwekje vogel voeren. Ik kan kwekje groente, fruit. Alles aan de om pluimvee. En als aan die Ochawa economische boost die omgeving. En als ze zo brokken, maar ook principal winnen. Ook is voordeel van het project. Dus vandaar dat ik aan het begin van het project ook. Binnen Broekenpondo zijn we eigenlijk nu reeds al in de derde weekend. En de aanmeldingen voor Broekenpondo zijn al gesloten. Maar als de behoefte er is, kunnen ze zich zeker bij ons dependance in Broekenpondo aanmelden. Die nabijgelegen het SZF-gebouw is. Of in het SZF-gebouw althans. En voor de overige mensen die interesse hebben, wil ik ze vragen om de berichten te volgen vanuit het ministerie. Want zeker gaan we de verdere gebieden aandoen. En dat moeten we nog plannen.